Goedenavond, dames en heren. U bent verbonden met het Feyenoord Stadion in Rotterdam, waar zojuist de halve finale voor de Europa Cup tussen Feyenoord en de Portugese bekerhouder en landskampioen Benfica begonnen is. Spijt ons natuurlijk dat we even te laat waren, maar u hebt werkelijk niets gemist. De aftrap is zojuist geweest en er is nog niets gebeurd. Al is het dan het lawaai op de tribunes al oorverdovend en al hebben we hier ook voor de wedstrijd het geen woorden maar daden natuurlijk alweer uitvoeren gehoord. Feyenoord speelt in praktisch witte shirts en zwarte broeken. U ziet hier Krijermaat in beeld. Feyenoord speelt van links naar rechts op uw beeldscherm. Benfica, rode shirts die dus donker op uw beeld zijn en witte broeken. Krijermaat. Bedoeld voor Cruijver. Silva aan de bal. Silva, de linksbuiten die de bekende Simoes vervangt. Augusto, rechtsbuiten. Nog steeds Augusto. Eusebio. Dat leek daar gevaarlijker dan het was. Eigenlijk wonderlijk, die wedstrijd die toch officieel gepland stond op 7:15 is voor die tijd al begonnen. Moulin. Weer Moulin. Dat was Bergholz die bal kwijtraakte. Je kunt dat niet zien, maar iedereen staat nu, stond althans, op de Benfica-helft samengedrongen. Humberto. Augusto. Gevaarlijk. Uitstekend, Eddy. Daar is hij weer, Eusebio. Dat was Kraai die daar redding bracht. Ingooi van Coluna, de aanvallend spelende linkshaaf. Silva. En een doelschop. De Brazilianen hebben Aguas, een 32-jarige midvoer, in de ploeg teruggehaald. Hoewel zijn vervanger Torres jongstleden zaterdag nog 4 goals heeft gemaakt. Feyenoord mist Bouwmeester. En daarvoor in de plaats is Bergholz in de ploeg gekomen die rechtsbuiten speelt. Bennaars linksbinnen. Ingooi van Krijermaat op de helft van Benfica. Aguas, Augusto. Bennaars. Klaasens, uitstekend. Moulin.
Van der Gijp. Doel, vrije schop van Costa Pereira. En de man die daar terugspeelde was Raúl, de nieuwe spil van Benfica. Aanvoerder Kerkem. Ingooi Coluna. Zeer nerveus spel. Santana er rechts binnen. Feyenoord nu geheel in de verdediging. Behalve Costa Pereira, iedereen op de Feyenoordhelft. Santana, Eusebio. Prachtig gedaan, Krijermaat. Kruiver. Klaasens. Raúl. Aguas. Razendsnel zijn die kerels, gevaarlijk. Dat is de tweede hoekschop van Benfica. Beetje paniek bij Feyenoord. Silva, linksbuiten. Met de rechtervoet, dat wordt de befaamde inswinger. Althans, dat had hij moeten worden. Ja. Men kan zeggen Benfica is favoriet. Het is bekerwinnaar, bekerhouder al 2 jaar achtereen. Aan de andere kant, juist in zijn uitwedstrijden heeft het tot nu toe niet uitgeblonken. Thuis zijn de Portugezen tot nu toe veel sterker geweest dan uit. Uit hebben ze van hun 10 Europa Cup wedstrijden in de loop van 4 jaar er maar 2 gewonnen. Eddy Pieter Schaafland, de laatste tijd in grote vorm. Veldhoen. Goed geplaatst. Kraai. Bedoeld voor Moulijn. Goeie bal. Weer een goede voorzet van Moulijn. Kerk hem helemaal. En een goed schot ook. Vrije schop voor Feyenoord. De stemming in het stadion is al enorm. De aanmoedigingen loeien hier op de spelers neer. Vrije schop Kraai. Kruiver een schietkans, niet meer. Eusebio, Santana, Kerkem. Nou, die had ook niet veel verder voor zijn doel moeten staan.
Santana. Bergholz. Kruiver. Bennaars. Keiharde werker altijd. Van der Gijp. Misverstand. Kraai gaat ingooien. En daar ligt Kerkem geblesseerd. Harde jongen, kan veel incasseren. Gelukkig valt het mee. Ingooi Krijgermaat. Kruiver. Krijgermaat. Over de helft. Was bedoeld voor Bergholz. Sterke Portugese verdediging. Zeer goed positiespel. Bennaars. Kruiver. Bergholz. Dat ziet er gevaarlijk uit. Trekken die bal. Vrije schop Benfica. Overtreding Gerard Kerkem. Op de helft van Benfica. Kraai. Er is nu precies 15 minuten gespeeld, dames en heren. Stand Feyenoord Benfica 0-0. Volkomen gelijk opgaande strijd. Moulijn aan de bal. Hard getackeld, vrije schop voor Feyenoord. Dat was niet zo fijn wat KVM de rechtsback daar deed tegen Koen Moulijn. Veldhoen neemt hem. Hoog voor de goal. Er is daar wat ongenoegen tussen Costa Pereira en Piet Kruiver, die flink op hem inliep bij die hoge bal. Scheidsrechter Kandelbinder was er onmiddellijk bij. Wat heel verstandig van hem was. Santana de rechtsbinnen. Heel handig gedaan, Augusto. Op de schoen van Klaasens. Twee zeer sterke verdedigingen tegen elkaar. Moulijn. Oh, dat was mis. Silva de linksbuiten. Prachtige bal. Maar slecht ingeschoten. Daar kroop Feyenoord door het oog van een naald. Prachtige bal van Eusebio naar Santana. Derde corner. Eusebio neemt hem. Juist, Hans Kraai. Dat is het werk. Weer Eusebio.
Toch ben ik niet helemaal gerust op de Feyenoord-verdediging, want ze spelen toch niet zo rustig en overtuigend als in hun vorige Europa Cup wedstrijden. Maar ik hoop van harte dat het zelfvertrouwen zal stijgen. Dat is een kans. Prima keeper Costa Ferreira. Zeer goed. Wat een techniek die Portugese Silva. Dat moet buitenspel zijn. Aguas. Cruijver. Maar er is gefloten. Portugezen worden sterker. Prachtig positiespel. Silva. Voor de technici onder u, de voetbaltechnici dan. Beide ploegen spelen het 4-2-4 systeem. De Feyenoorders houden vooral Klaasens en Bennaerts terug. En de Portugezen doen hetzelfde met Humberto, de rechtshaven, en Santana, de rechtsbinnen. Bergholz. Uitstekend gedaan. Cor van der Gijp. Niet zo uitstekend gedaan. Bergholz. Uitstekend. Weer Bergholz. Wat is dat? Dat is beter. Krijermaat. Goede opbouw in de Feyenoord aanval. Moulijn. Terug naar Bennaerts. Silva. Links buiten. Steeds weer vrije mensen op het middenveld. Augusto. Gladde techniek. Bennaerts. Moulijn. Ja, daar gaat Koen. Vrije schop, hele mooie plaats, moet gevaarlijk voor doel komen. Maar er is weer gefloten. En de scheidsrechter geeft een vrije schop voor Feyenoord. Wat een zenuwen. Ja. Achteruit Portugezen, 9 meter en 15 centimeter. Van der Gijp. Bergholz. Geen doelpunten nog bij Feyenoord Benfica.
Costa Pereira. Veldhoen Bennaars. Kavem. Eusebio. Dat was de harde voet van Klaasens. Silva. Erg in de breedte. Toch gevaarlijk. Prachtig! Prachtig geschoten van Augusto. Prachtig gered door Eddy Pieter Schaafland. Krijermaat. Roets gooit in, linksback Santana. Augusto, mislukt. Maar er is iets gebeurd. Vrije schop voor Portugal. 25 minuten gespeeld, Feyenoord Benfica stand 0-0. Feyenoord vecht voor alles wat het waard is. Cruijver aan de bal. Over de middenlijn. Raoul, wat een spil. Prachtig balletje naar Augusto. Moulijn. Nog steeds Moulijn, hij is er door. Ai. Bennaars. Moulijn. Appel voor Hens. Maar ik geloof toch niet in opzet. Aguas. Zeer gladde techniek. Augusto. Uitstekend Feyenoord, het gaat steeds beter. Krijermaat. Bennaars. Krijermaat. Moulijn. Er wordt veel op Moulijn gespeeld. Erlangs, prachtig gedaan. Berghoofs. Duizendmaal jammer. Dat was toch een prachtige scoringskans voor Bergholz. En Benfica, het trotse Benfica, mag blij zijn dat het op dat moment geen 1-0 achterstand opliep. Geen woorden maar daden. Er komt zoiets als een doelpunt in de lucht te hangen. Bennaars.
vrije schop voor Feyenoord. In de buurt van de middenlijn. Er komt nu werkelijk een beetje druk op het doel van Benfica. Heel Feyenoord rukt naar voren. Hans Kraaij. Cruijver. Klaasens. Voortreffelijk. Klaasens Bennaars. Vrije schop voor Feyenoord. De tiende vrije schop voor Feyenoord. Benfica heeft er 7 gehad. Bergholz. Eusebio. Bijna niet van de bal te dringen. Kroes. Eusebio. Santana. Gavem, Augusto. Stilstand voetbal. Moulin, vecht als nooit tevoren. Eusebio, Klaasens, Cruijver. Bergholz. Dat was de tweede serieuze scoringskans voor Bergholz, de Feyenoord rechtsbuiten. Helaas, helaas. Maar de druk blijft. Klaasens. Van der Gijp. Ook bij de Portugezen een beetje paniek. Vrije schop. Voor Benfica. Vrije schop tegen Bergholz. Coluna. Gooi voor Feyenoord. Veldhoen. Moulin. Veldhoen. Vrije schop tegen Veldhoen. Riskant, zeer riskant was dat. Nee, deze Portugezen, hoe goed ook, zijn niet onverslaanbaar. Hogeschool van Krijermaat. Klaasens, geweldig, geweldig. Bennaars. Van der Gijp, Cruijver. Zo win je geen terrein.
Ja. Ook de Portugese verdediging is niet altijd zeker van zichzelf. Klaasens. Van der Gijp. Naar wie? Naar Bennaerts. Moulijn. Ja, dat was toch een overtreding. Scheidsrechter geeft doelschop. De Duitser Kandelbinder, die tot nu toe uitstekend leidt. Benfica aan de aanval. Cruz, linksback over de middenlijn. Kraai, Krijamaat. Veldhoen. Oh, oh, oh. Dat is fortuinlijk. En de man die daar zo onbeheerst deed is Augusto. Vrije schop genomen, 35 minuten gespeeld, 0-0. Feyenoord, Benfica. Moulijn, zeer goed. Prachtig keeperswerk. Waarom zijn die Portugezen toch zo boos? Daar gebeurde niets onregelmatigs. Het zal wel boosheid van de zenuwen zijn. Silva. Santana. Cruz. Linksback. Harde tackles, maar correct. Eusebio. Kruiver. Bennaerts. Vrije schop voor Feyenoord. Bennaerts. Moulijn gooit in. Veldhoen. Prachtig gedaan van die verdediging. Technisch is het bijzonder goed. Augusto. Razendsnel. En dat was Veldhoen. Een hoekschop op links voor Benfica en dat is de vierde. Terwijl Feyenoord er nog geen één heeft mogen nemen. Weer met het rechterbeen. Pieter Schaafland, Van der Gijp, Bergholz over de middenlijn.
Goed gedaan van de Grijp. Nee, dat was te moeilijk voor Bergholz. Dit is beter. Moulijn. Cruijver. Moulijn. Handig gedaan. Veldhoen. Duurt een beetje lang. Bennijs. Moulijn. Nu wordt het gevaarlijker. Bennijs. Ai. En dat is nou toch al de derde keer dat Feyenoord heel dicht bij een doelpunt is. Eerste hoekschop, Moulijn. En dat was de wreef van Krijermaat, maar dat loopt niet goed af. Ai, ai, ai. Hij heeft pas een blessure gehad aan die knie. Kraai. Krijermaat. Nou, het schijnt toch mee te vallen. Cruijver. Dat is geen verre tackle. Zegt de heer Kandelbinder. Feyenoord weer in de aanval. Beslist sterker het laatste kwartier. Santana. Coluna, hakje. Santana. Aguas, dat was mis. Nu dringen de Portugezen vrij sterk op. Oeh. We zijn nu bijna door de eerste helft heen, dames en heren. Volgens onze berekening is er nog een minuut of drie te spelen. En u weet het, de stand bij Feyenoord Benfica. Halve finale Europa Cup nog steeds 0-0. Moulijn. Krijermaat. Zeer gevaarlijk. Ja. Een
kwartier lang lijkt er geen gevaar in die voorhoede van Portugal te zitten. En dan ineens breken ze weer los. Uitstekend, Krijamaat. Ach! Vergissing van Bennaars. Santana. Boom, 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 boom. Vergissing van Krijamaat. Dat is de vijfde corner van Benfica, wordt dat. Vlak voor het rustsignaal. Eusebio neemt hem, haast had hij niet. Dat zag er benauwder uit dan het was. Doelschop Pieter Schaafland. Augusto. Aanvallen, aanvallen. Feyenoord is nu sterk teruggedrongen. Maar in deze helft kan niets meer gebeuren, want die helft is verstreken. Het is rust. En de stand is 0-0. Een ruststand waarmee Benfica eigenlijk nog iets meer verheugd moet zijn dan Feyenoord. Want als we de scoringskansen vergelijken, dan heeft Feyenoord er toch een stuk of vier gehad. Die er zeer gunstig uitzagen. En Benfica, naar ik mij herinner, twee. In ieder geval tot nu toe een strijd van volkomen gelijkwaardige ploegen. Zeer spannend. Daar gaat Van der Gijp van het veld, de spelers gaan hun zeer verdiende rust genieten. Veldhoen, kranige kerels, Krijamaat, Klaasens. En voor ons is het nu tijd om terug te gaan naar Bussum. Dames en heren, tot straks in het Feyenoordstadion. Nu terug naar de studio in Bussum. En dames en heren, daar bent u dan weer terug in het Feyenoordstadion, waar de 65.000 kameraden hand in hand hebben gezeten in deze pauze van Feyenoord-Benfica. En waar we nu dus op het punt staan aan de tweede helft te beginnen. Ik geloof dat we het er wel over eens mogen zijn dat die eerste helft goed verlopen is voor Feyenoord. In zoverre, het was natuurlijk fijn geweest als we een voorsprong hadden kunnen nemen, maar de Rotterdammers hebben als gelijkwaardigen gestreden tegen de bekerhouders, tegen de formidabele Portugezen. En dat is een groot compliment waard. Tweede helft begonnen. Benfica nu van links naar rechts spelend op uw scherm. Eusebio. Santana.
Augusto. Benaars die om iedere bal knokt tot hij er bij neervalt desnoods. Moulijn zelfs als vechter. Hoe het ook afloopt, ik moet zeggen, Feyenoord doet er alles aan. Werkelijk een geïnspireerd spelend elftal. Klaasens. Zijn eerste verkeerde paas tot nu toe. Moulijn. Van der Gijp. Niet snel genoeg. Augusto in de tang genomen. Dat was Coluna, de 6. Bergholz, ver terug. Duurt een beetje lang rijden, maar het komt. Goed, Bergholz. Kruiver. Ook een verdediging van ijzer. Benfica. Veldhoen Moulijn. Goed gedaan. Vrije schop Krijgermaat. Halverwege de helft van Benfica. Kruiver. En dat is een hoekschop. Die Bergholz gaat nemen. De tweede hoekschop pas van Feyenoord. Benaars wilde schieten. Aguas. Benaars. Nou, dat is te proberen. Niemand kan zeggen dat Feyenoord zich tot verdedigen beperkt. Zodra er een kans is, rukt inderdaad de hele ploeg naar voren. Daarnet stonden de backs alweer bij de middenlijn. Klaasens. Kraai. Krijgermaat, Moulijn. Benaars keurig gedaan, Krijgermaat. Te hard. Santana. Eusebio.
Goed gedaan van Kraai. Niet naar de keeper terug. Ai, dat is natrappen. Natrappen van Silva. Dat heeft hij voor de rust ook al eens gedaan. Moulijn. Uitstekend. Beetje nonchalant de Portugezen soms. Silva. Kraai. Prachtig gedaan, Augusto. Gevaarlijk. Kraai. Zeven minuten gespeeld in de tweede helft. Bij Feyenoord Benfica, halve finale Europa Cup. Stand nog steeds 0-0. Vooral in het koppen zijn deze Portugezen werkelijk formidabel. Hoe komt zo'n man eruit? Eusebio, Mozambique, 20 jaar. Waarde 2,5 miljoen gulden. Marktwaarde heet dat. Bergholt. Schuif, schuif. Heel goed. Bennaars speelt een uitstekende wedstrijd. Jongen, jongen. Stukje hogeschool. Van Kroets. De linksback. Klaasens. Moulijn, heel mooi. Jakun. Hey, nou. Nou. Dat kan niet ver van de strafschop af geweest zijn. Avijn. De heer Kandelbinder wil er niet van weten. Maar daar is gefloten. CBO, halverwege de Nederlandse helft, vrije schop. De aanloop is in ieder geval lang genoeg. Ja, is er nou gefloten of niet? Ja, wel degelijk. De strijd wordt harder.
stemming een beetje onvriendelijk. Vrije schop voor Feyenoord. Veldhoen. Eusebio. Augusto. Glad als een aal. En dat was een salto mortaal van Eusebio. Veroorzaakt door Bennaars. Vrije schop, dat kan gevaarlijk worden voor Feyenoord. Vrije schop, zo'n meter of 25 van het Rotterdamse doel. Het ziet er maar uit dat Eusebio gaat nemen. Voordeelregel. Moulijn, zeer goed in vorm. Van der Gijp. Af die bal, af die bal. Bennaars. Maar dat loste Coluna daar zeer fraai op. Oei, oei, oei. Fout van Kerkem was dat. Ja, dat zal wel een corner zijn. De vijfde corner van Benfica. Pardon, de zesde corner van Benfica. Zeer goed genomen. En zeer goed gepakt. Klaasens. Moulijn. Bennaars. Naar Cruijver, Bennaars, juist. Krijermaat. Bennaars. Moulijn, nu kan het gevaarlijk worden. Maar hij wordt enorm in de gaten gehouden. Dat is heel jammer, dat was op zichzelf een prachtige manoeuvre. Eusebio, grandioos. Eusebio. Augusto. Moulijn heel ver terug. Bijzonder ijverig vanavond. Twee man voorbij. Maar nu. Kerkem. Berghols als hij hem haalt. Ja!
dat Mozambique, daar komen voetballers vandaan. Costa Pereira komt er ook vandaan. 16 minuten gespeeld. 0-0 Feyenoord Benfica. Kerkem. Kruiver. Vooruit Feyenoord. In de aanval. Bennaars. Bergholz. Veldhoen. En dat vond ik heel lelijk wat Augusta daar deed. Bennaars. Moulijn. Op Kruiver. Kruiver de speerpunt. Maar het klopt daar bijzonder in het centrum van de verdediging van Benfica. Die Raul vind ik een geweldige speel. Eusebio. Draai. Bergholz. Jonge, aan wie? Aan wie nu? Verhitte gemoederen. Vrije schop voor Feyenoord. Krijgermaat. Moulijn. Die jongen speelt een briljante wedstrijd. Aguas. Santana. Ja, het lukt. Moulijn. Niet te lang, Bennaars. Krijgermaat. Opnieuw proberen. Vrije schop voor Feyenoord. Daar kan iets in zitten. Twintig vrije schoppen al voor Feyenoord. En 13 voor Benfica. Veldhoen. Ja! Jongen, jongen, wat jammer. Het stadion is nu een kokende golvende mensenzee die hartstochtelijk roept en schreeuwt en juicht om een doelpunt van Feyenoord. Feyenoord dat zo kranig speelt. Krijgermaat, zeer goed.
Kerkem, Kraai. Op de volle wreef. In de lucht zijn die kerels onverslaanbaar. Die Portugezen. Dat lijkt een beetje op bevriezen. Eusebio, ja. Ai, ai, ai. Eusebio en Kraai, die daar niet op bijzonder goede voet met elkaar stonden, om het zachtjes te zeggen. Kom heren, zelfbeheersing. Coluna. Geen theater, kom. Vrije schop nemen. Moulin. Ja! Ja, het is buitenspel. Nee, het is buitenspel. Zeer opgewonden stemming in het veld nu. Veel praten, veel gebaren, veel duwen tegen elkaar. Prachtig gedaan, Eddy, maar dat was al gefloten. Ja, er is gefloten. Kom Feyenoord, blijf kalm. Portugezen in de aanval. Bergholt. Het vastgehouden. Goeie poging. Hoekschop. Feyenoord is derde hoekschop. Dat heeft allemaal geen zin meer, er is al lang gefloten. De heer Kandelbinder heeft het zeer moeilijk. Klaasens. Bennaars, uitstekend gedaan. Moulin. Nee, 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 van der Heijp. Vijfentwintig minuten gespeeld in de tweede helft van Feyenoord Benfica. Stand nog steeds 0-0. Gelijk opgaande strijd. Een strijd van gelijkwaardigen. Cruijver. Kraai.
Eusebio. Santana. Stukje bravoure. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Die Portugees sprong van de Gijp in de rug. Hij maakte zelf wel de smak, maar dat doet er nog verder niet toe. Moulin. Uitstekend gedaan. Bennaerts. Men zoekt en men zoekt, maar er zijn haast geen openingen te vinden. Je kan niet weten, dat moet een schot worden. Nou, dat was ook het maximum wat er in die aanval zat. Die hoekschop. Bergholz. Alles is terug van de Portugezen. Hai. Gefloten, gefloten. Bij een schop voor Feyenoord. Vrijermaat. Halverwege de Portugese helft. Van der Gijp. Eusebio. Zeer geraffineerd. Augusto. Bergholz. Zet maar gauw voor. Jongen, je maakt het je te moeilijk. Krijgermaat. Krijgermaat. Ja! Dat was Bennaerts. Feyenoord is nu betekenend sterker. Eusebio. Veldhoen, keurig. Moulin. Bennaerts. Uitstekend. Cruijver. Fout van Krijgermaat. Nog een kwartier te spelen, dames en heren. Feyenoord Benfica. En het wachten is nog steeds op een doelpunt. Feyenoord loopt storm. Bergholz, goed gedaan. Klaasens. Oase van rust daar aan de achterhoede. Alles en iedereen, de helft van Benfica. Veldhoen, Kraai. Pardon, Klaasens.
Kreijermaat. Desperate poging. Er is geen ruimte voor een schot. Eusebio. Kerkem. Ja, dat was ook niet kinderachtig. Vrije schop. Wie neemt hem? Eusebio of Santana? Dat is een meter of 20, 25 van ons doel. Augusto, gevaarlijk. Corner. De zevende corner van Benfica. Feyenoord heeft er vier gehad. Op rechts. En daar wordt hij op rechts door de linksbuiten genomen. Silva. Nou. De man maakte een smak, maar ik zag er eerlijk gezegd geen free kick in. Daar wordt de muur al opgesteld van Feyenoord. Oh, als dat maar goed afloopt. Coluna gaat hem nemen, zo te zien, nummer 6. Ja, en Eusebio moet schieten. Er zijn nu maar weinig spelers meer die hun zenuwen nog volledig in bedwang hebben. Maar hoe geweldig ze ook onder mentale druk staan, dit zijn toch vervelende taferelen. Nieuwe vrije schop. En dat is alweer een hoekschop. Op links. Met de rechtervoet. En alweer een. Zo ziet u dat Feyenoord toch nog in moeilijkheden komt. In het laatste kwartier van deze ontzettend enerverende wedstrijd. Klaasens. En dat was een schot van de rechtsback. KVM. Met nog 10 minuten te spelen. Feyenoord Benfica 0-0. Pieter Schaafland. Veel minder te doen gehad dan Costa Pereira. Veldhoen. Goed gedaan van de Grijp. Dat is Bergholz. Eusebio. Uitstekend, Kerkem.
Het is rommelig geworden. Tempo is gedaald. De eerste helft was het hoog. Cruijver. Dennis. Maar weer op links. Moulijn. Klaassen is ook mee naar voren. U ziet, Feyenoord speelt echt niet op een gelijkspel. Feyenoord speelt vanavond om te winnen. En is bereid bepaalde risico's te aanvaarden. Dat is gefloten. En dat aanvaarden van die risico's, ze moeten natuurlijk niet te groot worden. Dat kan ik niet anders omschrijven dan als een goede tactiek. Klaasens. Bennaars. Santana. Aguas. In de baan van het schot, Krijermaat. Nieuwe aanval. Cruijver. Oh, dat is gevaarlijk. Kerkem. Alles op de helft van Feyenoord nu. Met man en macht. Vrij schop tegen Kraai. Augusto. Kraai. Dat was even alle hens aan dek voor Feyenoord. Cruijver. Bal zo naast tegenaan. Nog 6 minuten te spelen. Feyenoord Benfica 0-0. Geen sterveling denkt hier aan naar huis gaan. Ze willen het allemaal tot het laatste moment meemaken. Intussen is er een Portugees, u ziet dat nog niet op uw scherm, is buiten de lijnen geraakt. Hier hebt u hem. Nee, geen Portugees, een Feyenoorder. Maar de aanval van Benfica gaat door. Overtreding tegen Bergholz. Dat was Bennaars, die daar verzorgd werd, maar hij is weer in het veld. Portugees in de aanval. Zeldzaam verbitterde duels.
Dit waren Augusto en Veldhoen. Niemand geeft een ander een duimbreed gronds toe. Santana. Santana. Weer Santana. Krijamaat. Pas op Feyenoord, voorzichtig. Silva. Nog 3 minuten. En nog steeds geen doelpunt. Kom Feyenoord, een laatste offensief. Klaasens. Dat is een vreemde bal. Augusto. Geplaagd door een merkwaardige hersenkronkel om die bal terug te spelen op zijn keeper. Zeer rommelig spelbeeld, zit weinig lijn meer in. Ai, wat een handig hakje. Misverstand. Oud, niet oud, op de lijn, over de lijn. Over de lijn. Nog 2 minuten. Feyenoord Benfica 0-0. Waarom wordt er niet ingegooid? Ja, natuurlijk, opschieten, zegt de scheidsrechter. Kerkem. Augusto. Portugezen met 10 man op het ogenblik. Een van hun voorhoede spelers is uitgevallen. Wordt op het ogenblik verzorgd achter het Feyenoord doel. Nog 1 minuut. Blijft het 0-0? Santana. Kraai. Dan maar de lucht in. Van der Gijp. Ik geloof dat de spelers naar het einde snakken nu. Er is enorm veel van hun conditie gevergd. Vooral ook van hun zenuwen. En het ziet er niet meer uit dat er nog een doelpunt valt. De laatste minuut moet nu zijn ingegaan. Cor van der Gijp valt de keeper aan. Krijamaat. En dat is het einde. Krijamaat houdt de bal als herinnering aan deze thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Benfica. Die zonder doelpunten, maar met enorm veel spanning is verlopen en geëindigd in een 0-0 gelijkspel. Daar gaat de balbezitter Krijamaat. Wel, dames en heren. Ik moet zeggen dat Feyenoord, al is het dan jammer dat
de ploeg niet gewonnen heeft, zich kranig heeft gehouden. Trainer Fuchs zag u hier in beeld. Dat Feyenoord zich kranig heeft gehouden en tegen een technisch en uit een oogpunt van lichaamscontrole en lichaamssouplesse superieur Benfica, dat dit Feyenoord zich voortreffelijk heeft gehouden en volkomen verdiend een nederlaag ontgaan heeft. Natuurlijk, ons nuchtere verstand zegt ons nu toch wel dat de beste kansen voor de match op 8 mei in Lissabon bij Benfica liggen. Dat dan immers de steun van 60 of 70.000 man eigen publiek heeft. Die grote steun die Feyenoord vanavond had. Benfica op eigen terrein verslaan, dat zou een wel unieke prestatie zijn. Maar hoe dat ook mogen aflopen, Feyenoord heeft ons alle respect verdiend voor de wijze waarop het zich geweerd heeft in deze thuiswedstrijd. En ons rest nu maar de Nederlandse landskampioen het allerbeste te wensen voor de returnwedstrijd. De spelers zijn in de tunnel verdwenen. Het geen woorden maar daden klinkt door de luidsprekers. Het publiek begeeft zich huiswaarts. En voor ons is het moment aangebroken voor mij om u nu terug te gaan geven naar de studio in Bussum.